Siegfried, zo heet de nieuwe roman van Harry Mulisch. Vandaag werd hij ten doop gehouden in Amsterdam. Het boek speelt, zoals vaker bij Mulisch, voor een groot deel in het Duitsland van Adolf Hitler. De schrijver daalt zelfs af in de Berlijnse bunker waar Hitler zich aan het einde van de oorlog verschanste. Thomas Ruigrok reisde met Mulisch naar de Duitse hoofdstad en kreeg tekst en uitleg over het boek. En een rondleiding door die buurt waar ooit die bunker stond. Daar stond de Rijkskanselarij. Een enorm gebouw, gebouwd door Albert Speer. En dat was natuurlijk totaal in puin gegaan en later ook afgebroken. Het was een groot grasveld. En daar zag je tot in de 50er jaren zo'n soort heuvel. En daaronder lag de luchtkoker van de bunker waarin Hitler is omgekomen. Dat was daar onder de grond. In dit geval is neergezet door Honecker, de baas van de DDR, om de herinnering daaraan uit te wissen. En niemand weet het ook meer, behalve ik en nog een paar mensen. Maar wat is er toch met Berlijn? Want Rome is bijvoorbeeld een stad die wat veel meer bij u zou passen eigenlijk. Ja, God, dat is natuurlijk ook zo. Maar goed, dat is de cultuur, Athene, noem het allemaal maar op. Maar dit was, je zou kunnen zeggen, Eerste Wereldoorlog, Tweede, de hoofdstad van de 20e eeuw. Harry Mulisch in Berlijn. Het is een dag voor de uitgave van zijn nieuwste boek, Siegfried. Een boek over de oorlog, Hitler en zichzelf. Een deel van het verhaal speelt zich af in de Duitse hoofdstad. Aan het slot van het boek beschrijft Mulisch de laatste dagen van de Führer in zijn onderaardse bunker in Berlijn. Altijd weer die verdraaide oorlog in die boeken, meneer Mulisch. Altijd weer die oorlog. Zijn we er nu vanaf met dit boek? Nog één keer de oorlog? Ik durf me niet te binden. Maar een van de ambities van dit boek is dat dit is nu het laatste woord over Hitler. Ik zeg niet over de oorlog, maar over Hitler. Althans, voor mij is dit het laatste woord. In de bunker onder de Rijkskanselarij schoot Adolf Hitler zich in zijn rechterslaap. Eva Braun nam gif in, waarna hun lijken naar boven werden gedragen naar de tuin, het hare door Boorman. Daar was het een hel van bombardementen en artilleriebeschietingen. Het huilen van Stalinorgels, geratel van mitrailleurs, rook, stank, gegil van gewonden. De Russen stonden al om de hoek en rondom brandde de stad als het Walhalla in de Götterdämmerung. Nou, dit is dus dat woonblok, wat we net van de achterkant zagen, waar de Rijkskanselarij stond. Daar kan niet anders over het spook daar, hè? Die mensen die daar wonen. En hier was die binnenplaats. En daar, nou ja, de plek van die bunker, dat is hier in de diepte. Ergens, vermoedelijk iets verder nog onder die huizen. En het is nou hier, Kinderspielplatz. Bitte achten Sie auf Sauberkeit. De lichamen werden vlak bij de uitgang in een granaattrechter neergelegd en snel met benzine overgoten. Omdat niemand zich nog eens in de ring van vuur naar voren durfde te wagen, gooide een adjudant er een brandende lap op. En een politiewacht die het tafereel uit de verte zag, verklaarde later dat het was alsof de vlammen vanzelf uit de lijken oplaaiden. Mulisch en de oorlog, onafscheidelijk verbonden in zijn boeken. In het stenen bruidsbed beschreef hij het bombardement op Dresden. Aan het begin van de jaren 60 was hij als journalist getuige van het proces rond Eichmann in Jeruzalem. Hij schreef er een boek over. En natuurlijk De Aanslag, de bestseller die als verfilming een Oscar kreeg. Ook in zijn nieuwe boek wordt de lezer weer teruggebracht naar het Duitsland van Adolf Hitler. Die oorlog valt helemaal samen met mijn volwassenwording. Nou ja, en dan zit hij dus in je bloed. En dat is in die zin alleen maar met die generatie van zo rond 27. Dan kunt u begrijpen dat de generatie van daarna zoiets heeft van, nou weten we het zo langzamerhand wel. Ja, dat zeggen ze niet.
Eerder hoor je een soort afgunst. Van verdomme, die hebben we dat toch maar. Wat hebben wij? De wereld van consumeren en televisie en dat. Nee hoor, en ook hier in Duitsland merk je dat juist de jonge generaties er steeds meer in geïnteresseerd zijn. Kijk, er wordt wel gezegd, luister, hou nou eens op over die oorlog, want die is al 55 jaar geleden. Nee, die is helemaal niet al 55 jaar geleden. Die is pas 55 jaar geleden. De rondleiding door Berlijn leidt ons naar de plek waar binnen niet al te lange tijd een monument ter nagedachtenis aan de Holocaust komt te staan. Ja, hier moet het komen, denk ik. Hè? Ja, daar staat het, hè? Op dat bord. Denkmal voor die ermordete Juden Europa's. Dus daar komt het. Maar de vraag is wanneer het komt. Ja, nou, dat kan nog niet zo lang meer duren, denk ik. Maar ja, je hebt die strijd dat mensen zeggen, nee, je moet dat niet zo groot maken. Maar je moet het klein maken. Maar wat denkt u zelf? Groot. Ja, het misdrijf was groot. Het moet groot, vind ik. Want de plek is wat luguber, zou ik bijna willen zeggen. Want ook hier, het bunkercomplex. Ja, dat is uitgeroeid. Dat is ook uitgeroeid, maar dat heeft dan een monument. En dat is weggedaan. In Siegfried rekent Mulisch af met Hitler. Maar voordat het zover is, onthult hij eerst een geheim. Grap je uit maar. Het boek heet Siegfried. En het gaat over het kind van Adolf Hitler en Eva Braun. Ja. Hoe komt u erop? Ja, vraag je. Hoe kom je op een idee? Ik bedoel, dat krijg je als je onder de douche staat of in de tram stapt. Dat krijg je niet als je gaat zitten. Een idee, om een idee te krijgen, dan gebeurt er niks. Een idee komt altijd onverwacht door de achterdeur. En als je me dan vraagt wanneer en hoe, dat weet ik eerlijk gezegd niet precies meer. Hier moet Siegfried zijn verwekt. De Berghof, het buitenverblijf van Hitler. Het is de plek waar, volgens Mulisch althans, het ventje zijn kinderjaren doorbracht. U noemt dat kind ook weer niet Wilhelm of Fritz, maar Siegfried. Fritz. Hitler had zijn kind niet Fritz genoemd. Ja, Friedrich Nietzsche, die werd ook Fritz genoemd. Nee, ik weet zeker, als hij kind had hij hem Siegfried genoemd. Dat weet u zeker? Ja, dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker. Want zo heette de zoon van Wagner en zo heette de grote Germaanse held die het vrezen moest leren. Nee, de opera van Wagner. Dat was alles. En Hitler was een Wagner-fan. Dus dat kind had Siegfried geheten. De zoon van Hitler is niet de enige vondst. Aan het eind van het boek wordt de lezer geconfronteerd met het dagboek van Eva Braun. Geschreven in die ondergrondse bunker in Berlijn. Zo komen we iets te weten over haar huwelijk met Hitler. Ik ben mevrouw Hitler. Eva Hitler. Mevrouw Eva Hitler Braun, echtgenote van de Führer, de First Lady van Duitsland. Ik ben de gelukkigste mens op aarde. De bijzondere ontdekkingen in Siegfried worden door Mulisch zelf gedaan. Hij is, onder een andere naam, de hoofdpersoon. Het boek leest als ware het een autobiografie. Het gaat toch ook voor een deel over uzelf. Ja. Het gaat over uw jongste zoon. Ja. Marnix in het boek. Ja, die citeer ik ook hier en daar letterlijk. Dingen die hij gezegd heeft. Het gaat over uw vrouw, uw vriendin. Alles zit erin eigenlijk. Ja. 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 Kijk, een ander schrijft op mijn leeftijd zijn autobiografie. Ja, maar dat vind ik een beetje oenig genre. Ik verwerk dat liever in werken van fictie. Bij de receptie in de drukke lobby werd hij blij verrast ontvangen als iemand op wie het luxueuze hotel sinds jaren had gewacht. Herter liet het zich minzaam aanleunen. Maar omdat hij voor zichzelf nooit was geworden wat hij nu al sinds tientallen jaren voor anderen was, dacht hij: dit is allemaal bedoeld voor een jongen van 18 die, vlak na de Tweede Wereldoorlog, straatarm en onbekend probeert een verhaal op papier te krijgen. Als je
voor jezelf degene wordt die je voor de anderen bent, namelijk de grote schrijver, dan ben je verloren. Dan word je een clown, dan is het afgelopen. Vermoedelijk ook met je creativiteit, dan kom je in een leugen terecht. Nou, en dat onderscheid tussen wat ik voor anderen ben, de grote schrijver in de dure lobby, dat ben ik nooit van mezelf geworden. Dat schrijf ik ook in dat boek. Voor mezelf ben ik altijd die jongen van 18 geweest die op een zolderkamer met ijsbloemen op de ruiten zijn eerste dingen probeert te schrijven. Maar toch, die 18-jarige jongen presenteerde vanmiddag in Amsterdam met veel gevoel voor decorum zijn nieuwste geesteskind. Ik ben niet iemand die zegt, al die onzin, dat wil ik helemaal niet. Het gaat maar om de literatuur. Nee, ik bedoel, paraphernalia en dat spel en dat theater, vind ik ook leuk. U verheugt zich er ook op? Ik verheug me erop. Het is heel goed aan mij besteed. En dan? Dan is het feestje. Nou, dan wordt voorbij. Het stil, want zo is het, aan alles komt een eind. En dan zit ik weer in mijn werkkamer en dan denk ik, wat nu? En het is niet zo dat ik het helemaal niet weet, maar ik heb altijd verschillende dingen. Kijk, 5, 6, 7. En dan moet ik wachten tot zo'n onderwerp zich aandient. Ik moet niet zeggen, en nu ga ik hier een verhaal over schrijven of een studie. Nee. Een van die ontwerpen moet beginnen te roepen van ik. Dan zeg ik, oké, doen we dat. Het zijn allemaal je kinderen, die boeken en die ideeën.